Chiflor is mijn persoonlijke missie die ik zo graag wil uitdragen en waarin ik hoop dat ik een heleboel vrouwen kan verzamelen die elkaar gaan supporten en elkaar gaan zien en ondersteunen en die elkaar zullen helpen. Want ik geloof dat wij vrouwen daar zo ongelooflijk goed in zijn, maar ook om meer in onze kracht te komen en te zien wie we werkelijk zijn. Chiflor staat ook voor van zij floreert. Echt met je wortels diep in de aarde en dat je groeit en je vertakt op allemaal verschillende manieren die je zelf niet had kunnen bedenken. En dat we een soort front vormen met elkaar. Dat is eigenlijk het gevoel wat achter Chiflor zit. En daarvoor heb ik allerlei verschillende onderdelen op de website. Heb ik samengesteld waar ik allemaal zelf ervaring mee heb en wat mij heel veel heeft gebracht. She Transforms, dat is echt de parel van het hele platform. Het eerste programma wat ik heb gemaakt is met twee fantastische vrouwen waar ik heilig in geloof in het werk wat zij doen. Zij zijn echt de experts. En ik zal mijn dingen delen over hoe ik erover nadenk, maar zij zijn echt de mensen die hier heel veel ervaring mee hebben. She Visits, dat is eigenlijk een plek voor alle mensen waar ik mee eens, ja, die mij hebben geholpen op mijn pad. Dus dat kan een healer zijn, een retreat zijn die ik heb bezocht, een handlezeres. Het zijn alleen maar mensen waarvan ik echt kan zeggen, vol vertrouwen, ga er naartoe, ik ben er geweest. Er komt niemand tussen waar ik niet zelf ben geweest, omdat ik vind dat dit zo iets heiligs is en waar je echt met hele zuivere intenties mee om moet gaan. Dus She Shops zijn waanzinnige producten, alles is betekenisvol, alles is vanuit liefde, vanuit mij, vanuit degene die het gemaakt heeft, echt speciale items. She Reads, we hebben verschillende blogschrijfsters die je helemaal meenemen door hun verhalen. De een gaat misschien meer de spirituele kant op, de andere vertelt over seks en orgasmes en hoe je als vrouw daarmee moet gaan. De dingen die ik doe, die zijn allemaal gebaseerd op wetenschap. En die we ook hebben verwerkt in het programma van Chiflor zijn allemaal gericht op het brein. Omdat alle dingen die je doet in je dagelijks leven zijn allemaal gewoon vast ingesleten patronen. En het bijzondere is, en tegelijkertijd ook soms het vervelende, is dat het heel erg onbewust is. Dus je hebt vaak helemaal niet door dat je de dingen doet zoals je ze eigenlijk niet wil doen. Dat herken je wel, dat je achteraf soms denkt, hè, heb ik weer op die manier gereageerd zoals ik eigenlijk helemaal niet wil? Of ben ik weer dat onzekere gedrag gaan vertonen terwijl ik nu met mezelf had afgesproken, vanaf nu ga ik gewoon staan voor wat ik belangrijk vind en doe ik gewoon mijn zekere zelf. Alleen, het is een onbewust patroon. Het programma gaat, ja, echt in essentie over jezelf weer terugvinden als vrouw en dan wie je werkelijk bent. Dus in de loop der jaren hebben we ons wegens, nou ja, allerlei redenen in de opvoeding, cultureel, op het werk, maar zijn we ons overal gaan aanpassen. En op een gegeven moment kan je bij jezelf denken, wie ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik nou eigenlijk echt? En waar ben ik nou echt van? En wat wil ik nou betekenen? En dit programma is, ik denk, een hele mooie basis voor vrouwen om deze stappen te gaan maken terug naar de kern van wie ze zijn. En wat we hebben gedaan in het programma van Chiflor is dat we heel slim hebben gekeken naar hoe kunnen we jou nou meenemen door die onbewuste patronen heen. En aan de hand van hele praktische tools, door middel van een heling die je gaat helpen om oude trauma's op te lossen, of door een hele mooie schrijfopdracht die we met je gaan doen, waardoor je heel helder inzicht krijgt in, ah, dit zijn de blokkades die in mij zitten, gaan we je helpen om die blokkades, die patronen te doorbreken, waardoor er nieuwe patronen in je brein gaan ontstaan. En je veel gemakkelijker en veel sterker nieuw gedrag gaat vertonen, waardoor er ook nieuwe resultaten in je leven komen. Want je weet zelf, als je nieuw gedrag gaat vertonen wat past bij de zelfverzekerde jij, ga je je ook anders gedragen en zal je ook merken dat het resultaat alleen maar beter, groter, succesvoller en mooier gaat worden. En zingeving, je missie vinden, ja, daar heb ik al honderden vrouwen bij geholpen. En eigenlijk komt het telkens op één ding neer, dat is namelijk dat ze gaan zien wat ze van nature altijd al doen. Het gaat dus niet meer over iets zoeken, het gaat om het luisteren naar de stem van je hart. Het gaat om het luisteren naar je zielenstem. En dat wat je iedere dag met liefde al doet, maar van jezelf genees ziet, dat dat jouw missie op aarde is.
Ik wil eigenlijk een soort veilige haven creëren waar mensen anytime naartoe kunnen en wat altijd beschikbaar is. Als member van de FloorFam krijg je toegang tot een beveiligde omgeving. Hierin staat een forum waar je met elkaar kan praten, allerlei verschillende Spotify-lijstjes met verschillende moods. En we hebben online contact door middel van Zoom-sessies. En de ene keer zal ik dat zijn, de andere keer is het misschien een inspirerend persoon. En eigenlijk wil ik je dan de mogelijkheid geven om lekker met ons te kletsen, te babbelen en dat je ook voelt dat je gesupport wordt door een groter goed. En die inspiratie en die liefde wil ik je zo graag geven. We hebben het allemaal over manifestatie en dromen en geld en doelen. Maar als jij eerst nog het patroon in jezelf hebt zitten die zegt ik ben niet goed genoeg en niet zal ooit lukken, dan krijg je het nooit voor elkaar om je droomleven te manifesteren. Omdat dat patroon nog te groot is. Dus dat gaan we eerst aanpakken en daarna gaan we door om echt te kijken naar wat wil jij? Waar word jij gelukkig van? En waar liggen jouw kansen? Als je de controle durft los te laten en gewoon meer durft te vertrouwen en je hart durft te volgen, hoe cliché dat ook klinkt. En daar weet dat je van binnen weet dat je wordt gedragen en dat je weet dat het goed komt en weet dat al je dromen gaan uitkomen en dat je alles aan kan. Als je daarop mee gaat bewegen, dat er gaan nog dingen gebeuren die zoveel mooier zijn als dat je zelf met je hoofd had kunnen bedenken. En dat is voor mij hoe ik het liefst zou willen zien dat iedereen in deze wereld zijn leven leidt.